Hoi kijkers van DDG, deze titel is, zoals je misschien aan de titel zag, niet voor iedereen bedoeld. Maar ik vind dat het tijd wordt om er toch wat van te zeggen. Om in ieder geval mijn mening erover te geven. Het is waarschijnlijk een hele lange video met heel veel rants en heel veel dingen wat me dwars zitten. Dingen wat letterlijk mijn probleem is. En ik denk dat het gewoon tijd is om even open kaart te spelen. Ik probeer het al 2-3 jaar lang te doen met jullie. Gewoon zodra ik een sponsor heb, dan vertel ik het. Zodra iets een campagne is, vertel ik het. Zodra ik me kut voel, vertel ik het. Zodra ik geen zin heb om een kingdom op te nemen, vertel ik het. Maar ik denk dat het gewoon tijd is om even wat duidelijker te zijn over wat ik nou bedoel soms met tweets. En waarom sommige content op DDG misschien wat minder is dan je verwacht. Dus let's go. Oké, allereerst. Een tijd geleden is er een video aangekondigd met een planning, met mijn reden, mijn belofte van hey jongens, dingen gaan beter worden bij DDG. Het is alleen nog niet klaar. We hebben een aantal andere mensen erbij gehaald, zoals een Joram als animator, zoals een Mike voor toffe rap battles, noem maar op. En het huidige DDG-team is natuurlijk gewoon nog steeds actief. Wel heb ik gezegd tegen iedereen, jongens, ik denk dat die content misschien wat origineler moet, het moet wat toffer enzovoort. En ik denk dat het in een groot deel ook wel gelukt is. Wat mij alleen weer opvalt, is dat bestaande content, zoals een community craft, dat liep totaal niet meer. Het liep gewoon niet. Maakt niet uit wat ik deed, ook al ging ik freaking gekke shit doen voor de webcam, ook al ging ik met 3-4 man tegelijk opnemen, PvP battle, voetbaltoernooi, maakte geen klap uit. Het liep gewoon niet zoals het eerst liep. En dan kun je denken, ja, maar misschien dat je dan weer wat tijd voor wat nieuws moet hebben. Maar ik zie dat niet terug in de reacties. En ook niet in de weergave. Ik heb het inderdaad eens over likes, voor alle duidelijkheid. Dan denk je, oh, gaat hij weer. Die gozer zeurt om likes. Wil je zeker weer geld? Likes hebben echt geen ene tyfus met geld te maken. Met het nieuwe zoekalgoritme van YouTube, voor de mensen die het zogenaamd weten, heeft natuurlijk niks te maken met dat je video dan beter gezocht wordt. Het is echt het geworden wat ik al een tijd zeg dat het is. Namelijk de waardering voor de YouTuber in kwestie. Plus natuurlijk een beetje een graadmeter van hoe leuk mensen het vinden. Ik heb wel eens hele gesprekken gehad met kijkers van DDG, waarin ze zeiden van, we vergeten het vaak, of ik weet niet, een beetje smoesjes. En ik heb zoiets van, joh, als jij je favoriete YouTuber wil steunen, dan geef je die persoon een like en ga je niet gewoon een beetje lomp kijken en wegklikken. YouTube is gratis, het is altijd al gratis geweest, as far as I know. Je hebt wel mensen die abonneerkanalen hebben, maar dat zijn films en dergelijke. Wij, en met wij bedoel ik de Nederlandse YouTube community, biedt alles wat jullie doen, wat wij doen, gratis aan. En dit is het enige wat we van jullie vragen. Meer niet. Gewoon een beetje dedication. Goed, genoeg over likes. Ik heb daar straks nog wel meer over. Daar komt het nog eventjes terug. Maar laten we het eventjes hebben over de video's dus, die verbeterd zouden worden. Ik heb een heel groot probleem. Daarom moet je echt even blijven kijken als je dat wil weten. Waarom ik regelmatig ziek ben. Waarom ik regelmatig dingen niet afkrijg. Waarom in mijn hoofd het heel vaak zit van, oh, dit is zo tof. Laten we dit gaan doen. Oh mijn god. En dan komt het niet op tijd of gewoon niet op YouTube. Heeft een aantal redenen, maar daar hebben we het zo meteen over. Ik wil het nog even terug hebben over de content eerst. Waar ik mij gewoon een beetje aan stoor. Heel veel mensen zeggen, ja, misschien dat Minecraft wat minder wordt. Misschien dat Community Craft niet zo leuk is. Yo, ik doe nog Team Survival. Dat vond iedereen leuk. Iedereen vroeg het ook aan. Ik zei van, yo, ik zit te denken, Minecraft dag. Misschien dat ik geen Community Craft wil doen. Wat zal ik dan doen? Iedereen, Team Survival. Naast Kingdom natuurlijk. Waar we het ook nog over gaan hebben. Het liep goed. Alleen op een of andere manier krijgt aflevering 1, laten we zeggen 7000 weergave. Ik weet niet uit mijn hoofd, maar laten we zeggen 7000. Dat is goed, dat is tof. Daar heb ik zin om daar mijn tijd in te steken. Dat klinkt super arrogant, want sommige mensen zijn al blij met 1000 weergaven. Sommigen zijn al blij met 100 weergaven. Maar vergeet niet dat wij, DDG, best wel veel abonnees hebben. Mensen die voor een heel groot deel van Minecraft geabonneerd zijn. En het moet schijnbaar tegenwoordig anders. Je moet schijnbaar... En niet dat ik niet wil veranderen, ik vind dat prima, maar vertel het me dan wat je graag wil zien, want ik kan echt van allerlei dingen doen. En heel simpel, 7000 likes op de eerste aflevering van Team Survival, right? Kun je checken. En al is het 6000, dan nog. Zou ik het nu uploaden, dan is hij in die avond, dus de volgende ochtend, 1200 likes. Ik wil best doorgaan met Team Survival. Ik meen dat serieus, want ik vind het leuk om met YouTube op te nemen, maar ik kan ook andere dingen doen. Ik kan ook gaan streamen, ik kan ook Destiny gaan spelen, ik kan freaking, I don't know, League gaan doen ofzo. Wat ik nou ook aan het doen ben, wat trouwens wel goed ontvangen wordt, thanks daarvoor. Alleen niet als dat het is, weet je. Dan is dat, als dat de hoofdserie is van DDG, dus Team Survival elke dag. En dat is wat jullie doen, dan denk ik gewoon dat ik ermee ga stoppen. Dat is geen dreigement van je moet liken of anders. Ook, ik wil ook helemaal niet afspreken met het moet elke dag 4.000-5.000 likes halen. Maar vergeet niet, Community Craft gewoon 10.000 likes haalde. Heel erg lang heeft dat gehaald. Snap je dan een beetje wat het met mij doet als het in één keer 1200 krijgt?
Dat je niet zo van, ah, ben je daar niet tevreden mee? Nee, eigenlijk niet. Als ik heel eerlijk ben, eigenlijk niet. Dan ga ik liever, dat is voor mij een signaal van 10.000, 1200. Dan willen ze waarschijnlijk wat anders. En dat is ook de reden waarom ik af en toe niet meer begonnen ben. Waar ik af en toe een dagje oversla, waar ik denk van, ja, wie wacht er eigenlijk op, weet je? Het is gewoon Team Survival, oké, leuk, 230.000 weergaven, supercool. Een aantal vaste mensen die zitten nu, en daar had ik het dus over, voor jullie is het dus niet, mensen die het altijd liken, reacties achterlaten en dergelijke, en dat is het wel. Beetje een open dingetje dus, wat wil je nou precies dat ik ga doen? Ligt het aan mij, ligt het aan jullie, ligt het aan beiden, ik weet het niet helemaal. Ik wil heel graag de Team Survival serie afmaken en dan gewoon zoals gepland doorgaan met Kingdom en met Solo. Maar als dat nu deze signalen geeft, weet je, ik moet 4 dagen, en zometeen ga je merken waarom dat het probleem is, 4 dagen werken om Kingdom 150 op te nemen en te editen. 4 volle dagen. Als ik kijk naar hoe vaak iets bekeken wordt op DDG momenteel en hoeveel dat geliked wordt, dat is dus mijn genoegdoening, waarvan ik denk van goddammit, yes, ze hebben het gewoon leuk gevonden. Dit is wat ze wouden. Denk ik niet dat ik Kingdom 150 ga afmaken, als ik eerlijk ben. Het is ook wederom geen dreigement. Again, ik heb het allemaal uitgelegd net waarom en hoe ik erover denk. Maar ik heb zoiets van, ja, ik ga er zeker 4 dagen aan de bak. Terwijl ik ook gewoon andere dingen kan doen. Ik kan ook gewoon gezellig voor Kobbelclub Epic Mod opnemen. En nou we het toch over Kobbelclub hebben. Kobbelclub is natuurlijk heel erg tof, er zitten ook andere YouTubers bij. Maar op het kanaal van Milan, op het kanaal van Don, op het kanaal van Vincent, van mij, van Lars. Elke Minecraft-serie op dat kanaal wordt minder bekeken en heeft minder weergave dan op Kobbelclub. Waarom wordt daar geliked en niet op de kanalen individueel? Super raar, jongens! Why? Ik snap het niet. En ik wil er ook helemaal niet om vragen van, ga het liken. Dus ik ga het ook helemaal niet doen. Ik ga deze video niet vragen om een like. Nergens niet. Ik ga jullie dan uitleggen wat mijn motivatie is. Waarom ik er misschien wat minder hyped over ben. Wat minder enthousiast om erin te gaan. Plus nog een heel belangrijk ander dingetje waar we het zo meteen over gaan hebben. Dan nog een beetje de kijker. Ik heb al vaker gezegd, ik heb het ook getweet. Ik vind de mening van een kijker interessanter dan de mening van een andere YouTuber. Tenzij de YouTuber Milan is of zo, of een Bardo, of een Enzo. Dat zijn gasten die gewoon hebben bewezen dat ze zelf minimaal zulke goede content maken als dat ik maak. Dus daar luister ik naar. Maar een YouTuber met 100 abonnees, met freaking Bandicam in beeld, die met een of ander kraker geluid niet weet wat hij moet zeggen. Dude, jouw mening over mijn video? Nee, jammer dat je YouTube-video's maakt, want dan kan ik het gewoon niet serieus nemen. En kijkers die elke dag kijken, die weten wat ze willen. Die soms fan zijn van je, die het soms gewoon gezellig vinden om even je video op te zetten. Daar luister ik naar. Dat heb ik eerder gezegd. Ik wil er ook nog een beetje op terugkomen. En dit is niet dat kijkers awesome zijn en kleine YouTubers kut zijn. Helemaal niet. Want ik heb best wel veel contact met de wat kleinere YouTubers. Super gezellig. Maar ook kijkers, die beginnen zich op een of andere manier te evolueren in iets. En I don't like it. I don't like it at all. Ik heb echt, denk ik, 150 man geblokt de afgelopen paar dagen op DDG. Het schijnt zo te zijn dat kijkers namelijk, dat is een beetje een hype, zeg maar. Weet je, wel grappig. Bijna niemand heeft meer over commercieel. Ik heb reviews gedaan, daar heb ik 0 euro voor gekregen. Ik wil alleen kijken wat review content deed op DDG. Er zit ook geen Acer product tussen trouwens. Even, zodat jullie het weten. Even mijn 1 Logitech product. Voor de rest, allemaal andere dingen. Ik heb expres andere merken gedaan. Ik heb de helft ervan zelf gekocht. Gewoon om even te kijken, hoe slaat het aan? Right? Toch kwam er commercieel. Alleen daar. Nou, prima, weet je. Alleen, dat was een jaar geleden, was het Davids commercieel. Dat was het dingetje wat iedereen overnam. Mensen die er nog nooit bij nagedacht hadden, die zagen het staan en denken, oh, dat is cool, ik ga ook typen. David mag niet geld verdienen aan iets wat hij leuk vindt. Oké, hoe de kijker van tegenwoordig in elkaar zit, in mijn ogen, een groot deel van de kijkers. Niet allemaal, maar een groot deel. 1. Zij vinden dat jij niet of minimaal mag verdienen aan YouTube. Want anders doe je het niet voor het plezier. Jongens, die twee dingen heeft niks met elkaar te maken. Ik heb het vaker gezegd. Ik denk niet dat ik snel een video ga maken over wat verdient YouTube. Want dat schijnt niet te mogen met netwerken en dergelijke. Maar denk even na. Denk even na. Stuk TV heeft net zoveel weergave als mij. Dagelijks TV heeft net zoveel weergave als mij. Enzo Knol heeft 3 keer zoveel weergave als mij. Wie verdient het nou het meeste? Kom op. Even serieus. Ik meen dit. Ik meen dit serieus. Ik wil jullie ook best vertellen dat de sponsorships van Acer en Logitech, dat is ongeveer 1 maand in komen op YouTube. En that's it. Dus wie verdient er nou meer? Wie is er nou commercieel? Ik weet het niet hoe jullie denken. En ik probeer dat eruit te krijgen, dat David is commercieel. Maar hoe harder ik dat probeer, hoe eerlijker ik probeer te zijn door nu te zeggen van, nou, dit verdien ik. Of dit is niet gesponsord. Of, hey, dit heb ik van een sponsor gekregen. Commercieel. Direct. Maar schijnbaar mag iedereen Fanta-blikjes openen en challenges doen. En is dat een leuke video.
I don't get it. Dus geen haat trouwens naar de jongens van StukTV en dergelijke die daar een video over hebben gedaan. Maar ik vind die video's super awesome. En ik vind dat hoort er ook bij. Want ook zij moeten ervan leven. En als jij 5 miljoen weergave hebt, dan kun je er net van leven. Met een aantal mensen wordt het lastig. En hoor je gewoon, als je een serieus bedrijf bent, productie, ik denk dat die gasten van StukTV al lang op tv zouden moeten. Dan moet er gewoon wat meer bij komen. En weet je, op een of andere manier, daar werd het commercieel. Of zij verwijderen heel snel in de comments, dat weet ik eigenlijk niet. Maar daar wil ik eigenlijk niet mee beginnen. Net als PewDiePie, die comments verwijderen. Dat zou wat zijn. Anyway, dat is dus ding 1. Wat we nu alleen hebben, is dat iedereen zich gaat bemoeien met DDG is achteruit gegaan. I know, iedereen heeft een mening. Iedereen heeft een mening. En ik wil niet hoog van de toren blazen met ik ben beter of wat dan ook dan anderen. En ik weet het allemaal wel, want ik ken heus mijn plek wel. Ik bedoel, ik heb nog steeds 5, 6 miljoen weergaven in de maand. Dus ik denk dat ik een beetje weet waar ik het over heb. Deze video is natuurlijk wel een beetje een call to action naar jullie. Van wat willen jullie? Help me, weet je wel. Alleen, sommige mensen hebben dan geen argumenten. En zeggen gewoon van ja, ik vind de video niet leuk. DDG is achteruit gegaan, dislike. Maar elke video. De gedachtegang van een hater zal ik sowieso nooit snappen. Dat is zeker. Ik heb geen flauw idee wat ze teweeg brengt. Hoe zij denken. Hoe ze zijn. Ik weet het niet. Alleen, ik vraag me af of het altijd een hater is, of dat het gewoon iemand is die op school geleerd heeft. We noemen hem even Jos. Jos. Gewoon maar Jos. Een random naam. Of Pietje. Jos. Ik vind Jos mooi. Ouders zeggen, oude broer zegt, leraar zegt, Jos, je bent speciaal. Jos, jij hebt een mening. En we leven in Nederland, dus vrijheid van meningsuiting. Jij mag die mening overal uiten. Maakt niet uit wat mensen ervan zeggen. Dat is jouw mening. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, welkom in de real world. Als jij tegen je baas gaat beginnen over wat voor lul het is, succes ermee. Dan ben ik je baas niet natuurlijk, maar ik ben wel iemand die content maakt voor jou, om jou te vermaken. En als je het niks vindt, oké, dan kijk je niet. Alleen kom niet met je pseudo-intellectuele tips over hoe ik mijn content beter kan maken, of hoe het een jaar geleden beter is. Een jaar geleden werkte ik niet samen met Ivar, maakten we niet zulke mooiere audio-parodies natuurlijk. Een jaar geleden zat ik niet met studiolampen dat soort dingen te doen. Had ik het niet over de E3 met een aftertalk en weet ik veel wat. Was het gewoon heel erg anders en deed ik eigenlijk alleen maar Minecraft een jaar geleden. En nu niet, nu doe ik veel meer. Dus het is minder geworden, het is minder professioneel, er wordt minder tijd ingestoken. En ik heb aan het begin van de video een beetje gezegd. En dan ga ik zo meteen echt uitleggen het probleem van deze video een beetje. Maar het is, ik vind het gewoon bullshit. En ik vind het prima als je, dat je mening is. Maar besef dan ook dat mijn mening kan zijn dat ik jouw mening niet interessant vind. En dat mag niet, want dan ben ik arrogant. Maar jij mag wel. Snap je het probleem? Nee, misschien. Ik weet het niet. Nou, anyway, ik zal hierover ophouden. Over kijkers, want in principe vind ik kijkers gewoon fucking awesome, behalve de gasten die dus. Weet je, constructief, sure, alleen maar afbrekend. Kijk, mij krijg je er niet mee klein. Ik zal er niet een seconde slechter of korter van slapen, maar het is gewoon, why? Wie help je ermee? Jezelf? Voel je dan goed? Ik weet het niet. Anyway, volgende probleem, content, waar we het dus over hadden. Ik heb dus gezegd, het wordt minder geliked. In sommige gevallen wordt het ook minder bekeken. Eerder, een jaar geleden, was als jij lekker een avondje games zou kijken, ging je lekker naar DDG. En toen viel de camera even uit, maar we zijn er weer. Zoals ik dus zei, gelukkig zijn er inmiddels meerdere opties om dat te doen. Denk aan een dagelijkse HD bijvoorbeeld. Waar je gewoon lekker een avondje games kan kijken of gewoon de gekke shit die we doen. Dat mis ik dus again, dus bij DDG een beetje. Ik heb het idee dat mensen heel erg specifiek alleen op Twitter kijken, wat is er nieuw. Subboxen die misschien half werken, ik weet het allemaal niet. Zoeken algoritmes van YouTube die amper meer werken, ben ik achtergekomen. Ik weet niet wat het is, maar ik wil je toch uitnodigen om gewoon lekker dus David Games op je boekmark te zetten, op je favoriet of whatever. Het gewoon elke dag even te kijken op video's. Kijken of er wat leuks tussen zit. Ik wil dus vragen ze helemaal niet van kijk elke video. Maar dat hoeft niet. Dat zou ook niet moeten. Want dan ben je verplicht bezig met iets waar je misschien helemaal geen zin in hebt. Maar check het gewoon even elke dag. Want we uploaden zo'n 4-6 video's per dag. Voor elk wat wil, zeg ik altijd maar. Er zit heel veel tijd, moeite en energie in elke video. En we doen het nog steeds met ontiegelijk veel met plezier. En dat, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik heb er een beetje omheen zitten draaien naar het grote probleem. Toch iets wat persoonlijkers, denk ik. Wat ik jullie wil vertellen waarom ik wat minder dedicated, wat minder tijd kon steken. En zowel dus David als dus David Games. En lichtelijk een klein beetje bij Kobbelclub misschien ook. Ik zou daar veel meer kunnen doen waarschijnlijk dan ik nou zou doen. Al tenminste, als ik zou willen.
Nee, ik zou daar meer willen doen dan ik kan. Dat is de goeie. Even goed nadenken. Het werkt namelijk als volgt. Ik ben de laatste tijd, en dan heb ik het echt over de afgelopen maand, twee maanden misschien. Mensen die mij wat beter kennen en veel mee omgaan, die weten dat ik chagrijnig. Ik ben gewoon lichtelijk chagrijnig geworden. Dat heeft niks met YouTube te maken. Het heeft helemaal niks te maken met of het wel of niet goed gaat met DDG. Het heeft niks te maken met iets, met geld. Dat helemaal niet. Het is alleen dat ik... hoe leggen we dat uit? Chagrijnig, omdat ik het heel druk heb. Ik denk dat dat een beetje de goede uitleg is. En gewoon geïrriteerd over het volgende punt waar ik het zo meteen over heb. Kijk, ik ben... Dit weten heel veel mensen misschien niet. Maar ik ben bij DDG... Wat zeg ik vaak ik? Jezus tering. Sorry dat ik zo vaak ik zeg. Maar het gaat even over mij in dit geval. Ik ben sinds het begin van DDG heb ik eigenlijk een beetje als een soort van... Ja, Godfather klinkt zo weird. Maar gewoon een beetje als lookout voor mensen ben ik bezig geweest. Toen Lars snel groeide, wat deed ik? Hoppakee, serie met Lars. Lars, ga eens 4 keer uploaden op DDG. Niet zo dat ik dat tientje extra krijg in de week van die video. Daar gaat het me helemaal niet om. Het gaat me erom dat Lars dan even die extra doorpush gaat. Heel veel YouTubers, in ieder geval de DDG'ers die nauw bij DDG zitten. Die zitten nog steeds bij DDG. Ondanks dat ze het misschien helemaal niet eens nodig hebben. Dat ze het prima op zichzelf kunnen doen. Omdat het een leuke, gezellige groep is. En omdat ik ook heel veel voor hun heb gedaan. Nou, daar hoort nou bij dat sinds wij wat meer contact hebben met de developers. Denk aan Activision en Ubisoft en noem maar op. Dat het niet alleen voor mij is. Ik bedoel, er zijn 7 gasten naar de E3 geweest en met z'n 18 naar Gamescom. En wie regelde dat? Mwah. Ik word daar soms een beetje chagrijnig van. We hebben er inmiddels iemand voor ingeschakeld die dat doet. Zodat ik het allemaal zelf wat beter kan doen. Daarom denk ik dat er echt wel verbetering in zit. Maar dat is gewoon de reden. Ik was gewoon moe. Ik was echt moe. Ik was soms om 5, 6 uur, meestal de tijd dat YouTubers met elkaar gaan opnemen, was ik al moe. Want dan was ik bij 2 afspraken geweest. Had ik tickets geregeld voor Gamescom of een vliegreis naar de E3 of whatever. En zonder dat je nou denkt van, Jezus David, wat ben je een zeikert. Dude, je hebt fucking veel abonnees en je krijgt er voor betaald ook. Je kan er overduidelijk van leven. Dus hou gewoon je bek dicht maar dat je druk hebt. You have no idea wat 80 uur per week is. Echt niet. Afgezien van dat. Dat was dus reden 1, maar de reden 2 is misschien nog belangrijker. Ik weet niet of je het kan zien, ik kom een beetje dichterbij. Mijn ogen, of misschien dat ik wat dwallen heb. Nee, dat kunnen we niet zien. Mijn ogen, deze is normaal, dit oog niet. Dit oog is min 0,2. Dus dat is gewoon, ja, ik kan letterlijk de lens zien. Canon zoom lens FS1835mm. Nou, ik kan het prima lezen. Met dit oog dicht, echter. Oh, dat zou zomaar een magnetron kunnen zijn waar ik nou naar kijk. En... Is dat het schermpje of is die daar? Ik zie het niet. Ondanks dat ik zo dichtbij sta. Ik zie het niet. Ik denk dat ik net op deze afstand kan zien dat ik 5 vingers heb. Zo erg is mijn rechteroog. Min 15. En dat betekent dat het te erg is om een bril te hebben. Even kort, voor de medische mensen onder ons. Een keratoconus is het. Dat is namelijk dat je ooglens normaal gesproken bol is. Je netvlies is bol. Bij mij is die in dit oog tenminste... In een koon, dus een beetje in een punt, een beetje een I-vorm, zeg maar, dit oog. Dat betekent dat ik nooit scherp zal zien. Een lens past er niet op, want die lens is altijd bol, right? En als je hem konisch maakt, zodat hij erop past, ja, wat heeft het dan voor zin? Dan versterkt hij het probleem alleen maar. En ik kan dus letterlijk geen ene fuck zien met mijn rechteroog. Afgezien dat voor diepte nog een beetje te doen is. En natuurlijk, ik kan een bal op me af zien komen en dergelijke. Alleen dat is het wel. Ik kan er niks meer lezen, ik kan er niks meer doen. Nou, wat is dat dan voor probleem? Want je kan prima kijken met 1 oog, inderdaad. Alleen, je moet je bedenken dat aangezien ik dus geen lens en geen bril kan dragen daarvoor, dat dat wel eens gevolgen kan hebben voor mij, mijn hoofd. Mensen die een bril nodig hadden, die hebben bijvoorbeeld maandenlang hoofdpijn. En ze weten niet waar van komt, totdat ze naar een oogarts gaan of naar een huisarts. En die zegt, ja mevrouw, u moet gewoon een bril hebben. U heeft min 2 heeft u. U moet echt een leesbril. Logisch dat u last van hoofdpijn hebt. Dat heb ik dus ook, maar ik heb het met min 15. Kun je je voorstellen hoe erg dat is. Ik heb dat niet zozeer als ik nu om me heen kijk of als ik in de auto zit of als ik wat dan ook. En dit is dus mijn allergrootste probleem. Waar ik echt dus al sinds ik, al voordat ik begon met YouTube, hè, ik heb het mijn hele leven al trouwens. Waarmee ik dus begon. Ik krijg, zonder grappen, daarom stream ik nooit zelf 24 uur, kan ik ook niet, krijg ik heel snel hoofdpijn. En letterlijk, alsof je moet het zien alsof je, probeer het maar. Probeer maar eens 10 minuten schil te kijken naar een lichtscherm. Zo voelt dat ongeveer. Het is dus geen straf om op te nemen, want ik vind het heel erg leuk, maar je moet het met stapjes doen, zeg maar. En soms is een half uur te veel,
Soms kan ik het 2 uur volhouden. En soms heb ik na 5 minuten van, oh, ik ga even anders doen. Fuck dit. Ik krijg er letterlijk hoofdpijn van. En gunnerbrillen helpen niet, bril helpt niet en lens helpt niet. Dat is mijn probleem als YouTuber. En dat is best wel een groot probleem. Ik had er direct vanaf het begin af aan misschien eerlijk over moeten zijn. Van jongens, hey, dit heb ik. Dus als een keer een video niet online is, dan lag ik met hoofdpijn op bed. Of whatever. Maar dat is dus het allergrootste probleem waarom ik bepaalde dingen niet af heb. En ik zie zelf als een berg op om Kingdom 150 op te nemen. Omdat ik het waarschijnlijk in 8 of 9 keer moet doen. Zoveel opnamen zijn het. Zoveel uren zit daarin. En dan bewerken nog eens een keer. Wat echt een ramp gaat worden. En daarom vind ik de one take video's dus ook fijner. Om gewoon 20 minuten lekker te lullen met een leuk iemand in Team Survival. Maar ja, juist die video's die worden wat minder bekeken en al helemaal minder geliked. Dat is een beetje mijn punt. Ik krijg het er warm van. Ik vond het ook enigszins redelijk zenuwachtig om dat te zeggen. Want het is toch een rare afwijking die je hebt, zeg maar. Dat vertel je meestal niet zomaar. Ik vind echter wel dat ik het aan jullie verplicht ben. Jullie hebben mij heel veel vertrouwen gegeven door 400.000 abonnees te geven op DDG. Door nog steeds, ondanks dat de content volgens de kenners onder jullie wat kutter is geworden. Ik ben het deels mee eens. Maar ik denk dat wij dat zelf beter kunnen inschatten wat goed en slecht is. Want soms hoor ik van dat is kut. En denk ik van nee, dat is niet kut. Dat is heel veel tijd ingestoken. Heb ik wel het idee, het wordt nog 6 miljoen keer bekeken. Dus nog steeds een enorme fanbase. Ik wil niet een afkraakvideo maken van oh mijn god, jullie zijn allemaal kut. Kijk mijn video's, ik krijg niet genoeg betaald. Want dat is niet echt een issue. Het gaat meer om het hele idee dat ik het een beetje samen met jullie wil doen. En hopen dat jullie zelf het inzicht komen van holy shit. Eigenlijk hebben wij een perfect platform daar. Met bijna alle soorten games die je kan hebben. Met heel uiteenlopende mensen. Dat de content gewoon constant anders is. En als er een video komt waar veel tijd in is gestoken, dan vond ik het leuk om te maken. En heeft hij er waarschijnlijk hoofdpijn van gekregen. Dat ook nog eens een keer. Ik hoop gewoon dat jullie zelf een beetje op die inkeer komen van, hey, hoe gaan we eigenlijk om met iemand die best wel veel tijd aan ons besteedt om dat te maken. Want again, ik heb het vaker gezegd, ik ben super blij met alles wat jullie mij gegeven hebben. Ik wil jullie de wereld teruggeven. Alleen je mag me soms wel vertellen hoe. En alleen maar shit afkraken heb ik niet zo heel veel aan. En ik probeer dingen, ik heb de Minecraft serie van mij, van Community Craft naar Minecraft Dag, naar nu Team Survival, dus al 3 keer omgegooid in een maand. Gewoon om te kijken wat jullie willen. En ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Als de oplossing is, doe elke week Kingdom na 150 en dan ietsje korter bijvoorbeeld, of ietsje minder bewerken. Ik vind het prima. Alleen laat me dat gewoon even weten. Als je zegt van, yo, Team Survival, maak het maar af en ga daarna dat doen. Misschien een soort epic mod, maar dan op DDG. Laat het gewoon even weten wat je wil. Ander klein dingetje wat ik nog heb. Even tussendoor droppen. Gewoon. Mensen die zeggen van, oh mijn god, ranks op DDG, moet je weer meer geld. Ik wil me toch even bij doen. Sorry, we hebben het toch over het commerciële stukje gehad, dus ik doe het even. DDG-server die draait verlies. Al 2-3 maanden. En hij staat er nog steeds. You're welcome. Betalen wij gewoon zelf. Oké? Wou ik er gewoon even bij droppen. Niet om de good guy te laten zien van, oh, je schept op van kijk wat je... Nee, maar gewoon mensen zeggen dat, dus dan mag ik daarop reageren, vind ik. Is gewoon bullshit. Laatste dingetje, komt de PlayStation 4 giveaway aan. Vanwege een samenwerking. Eentje waar ik niet voor betaald krijg. Red Bull heeft mij nog nooit betaald en dat zullen ze ook nooit doen. En dat hoeft ook helemaal niet. Die bieden mij gewoon toffe dingen om te doen. Zoals naar freaking een air race gaan. Of gewoon naar een VIP op het TT-circuit bij de Red Bull run. Dat is natuurlijk super cool. In dit geval zeiden ze, hey, we hebben een nieuwe game. Die zullen dus binnenkort ook op DDG gaan zien. Dat is een Red Bull Air Race. En als jij mijn score kan verbeteren, kun je een PlayStation 4 winnen. Dat is het hele verhaal. Wauw, ik ben eerlijk en open over een promotie. Dat is wat. Cool. Ik wil jullie bedanken. En dat is het. Voor de rest zou ik er niks over zeggen. Of niks vragen. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik ben te bereiken via Instagram. Daar reageer ik heel veel op. Ik ben ook te bereiken via Twitter. YouTube reacties lees ik dus meestal niet. We hebben ook 3 gasten die inloggen op DDG. Die de bullshit vaak verwijderen. En je bent dan gelijk geblokt. Dus ik weet niet of het handig is als je zware kritiek hebt. Kun je het beter via Twitter doen. Of een mailtje schrijven. Reageren we ook op. Ik wil jullie heel erg bedanken jongens. En ik ga de camera afsluiten. Lastig verhaal. Ik zou hier zitten met mijn hand. Ik was er niet klaar. Lastig verhaal. En ik hoop dat het een beetje overkwam bij jullie. Wat ik bedoelde. En niet dat het alleen maar haat is. Maar gewoon, god damn it. We hebben gewoon met z'n allen zoveel bereikt. En het ligt nog steeds voor het grijpen. Maar op een of andere manier is de klik een beetje weg, heb ik het idee. En I don't know why. Want ik ben gewoon nog steeds mezelf. Hoe ik nu voor de camera sta, ben ik ook daar. En met daar bedoel ik bij V en bij Kevin. Ik weet het niet. Dit is gewoon precies hoe ik ben. En als je dat arrogant vindt,
unsubscribe of zo. Ik weet het niet. Doe iets, ga eens anders kijken of zo. Maar dit is hoe ik ben. En ik hoop dat jullie die eerlijkheid kunnen waarderen. Wat een verhaal. Ik ga beginnen met Kingdom 150. Dat is geen bullshit. Ik heb mijn teams klaar. En ik ga nou de eerste scènes opnemen. Per half uur, uurtje ongeveer. Dus wens me geluk. En laat alles even weten. Doeg.